En ze hebben ook een, wat dat is, heb ik ook begrepen bij pinguïns. Het is ook een vogelsoort, misschien een diersoort waar homoseksualiteit een redelijk hoge frequentie voorkomt. De mannetjes. Ja, want ze hebben een uitgesproken monogame paarbond. Mannetje en wijfje die ontmoeten elkaar in een balsceremonie. Als ze de balsplaats bereikt hebben, de broedplaats. Want ze komen daar met duizenden aan. En dan op een gegeven moment, ja, dan ontmoeten twee van die pinguïns elkaar. Een mannetje en een wijfje. En dan moet er even getoetst worden of ze op elkaar vallen. En hoe vallen ze op elkaar? Door de bals. Ik dacht dat we een mooi filmpje van hebben. Laten we even kijken. Waarom valt de een als een blok voor de ander? En nog andersom ook. Waarom die ene in een menigte van vrijgezellen? Niemand weet het. Maar Keizer en Sissi zagen elkaar en tam, ze vielen. Om elkaar te leren kennen, elkaars ritme te voelen en om ervoor te zorgen dat ze één ritme, één adem zijn gedurende die lange maanden samen, hebben ze een ritueel. Een geheim. Ze gaan dansen. Happy feet. Mooi, hè? Kijk, en ze worden groter. En dat lijkt slow motion. Maar dat is het niet. Wow. Het is natuurlijke beweging. En het zit hem in dat aftasten, met elkaar tegelijk dat doen. En dan klikt het ineens, want ja, ze bewegen gelijk. En dat is, in alle dans is dat ook zo. Je stemt op elkaar af en je voelt, het klikt. En dat is bij deze dieren precies hetzelfde. Net als bij ons, bij mensen. Net als bij ons, bij mensen en bij een heleboel andere dieren waar je ook dat gaat soort over dansen. Die kleintjes, hè? Want net werd even gezegd dat dan de ouders de kleintjes roepen van het schoolplein, maar maken ze dan allemaal een ander geluid? Want dat kleintje moet natuurlijk wel dat geluid herkennen. En dat geldt niet alleen voor het kleintje, maar papa die zorgt voor het ei, die broedt het ei uit, doet ze 2 maanden over. Ondertussen is mama naar zee, want die is na het leggen van dat ei volkomen uitgeput. Okay. Papa die is aan het begin is die iets van 40 kilo. Aan het einde van 2 maanden broeden, want hij vast al die tijd. Hij krijgt geen voeding, hij zit daar op die ijsschots, op die broedplaats. Eet hij niks, verliest hij de helft van zijn lichaamsgewicht. Wow. Net zoals bij ons, bij mensen. Maar dan komt zij terug op een gegeven moment. Na 2 maanden komen al die dames komen weer uit zee. Die hebben zich inmiddels volgevreten. Zitten vol met vis. Wat voor dat kleintje, want dat moet op dat moment ook gevoed worden. Ja. En dan, wat het wonderbaarlijke is, dan roept de een, roept de ander. En onder die duizenden komt dan dat mannetje en vindt dat wijfje. Op grond van die even ene roep. Luister naar het geluid van een roepende pinguïn. Ja, voor mij klinkt allemaal hetzelfde, maar... Ja, dat is het. En daar weet dus, onder die duizenden die eraan komen, weet het vrouwtje, daar zit hij, daar moet ik zijn. Ja.